Ik heb hem hier liggen. I'm gonna show it to you. Are you enjoying your Starbucks? Don't you stop the music, get into it, won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it, won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. Hey allemaal, ik heb vandaag weer iets heel leuks. Ik heb een nieuwe try-on video. En dit keer is het wel maar één item. Maar oh my god, het is een fantastisch oh my god item. Want oh my god, ik kan er niks anders over zeggen. Ik heb namelijk een samenwerking met JJ House. JJ House is een online website waar je heel veel verschillende jurken kan kopen. Trouwjurken, promdresses, cocktaildresses. Noem maar elke jurk die je zou willen, die kan je daar op die site halen. Nu mocht ik met een budget een eigen jurk uitkiezen. Nu heb ik er eentje binnengekregen. Hij is oprecht heel mooi. Ik ga hem zo uitpakken en aanpassen. Dus het leek mij leuk om in die jurk dan een fotoshoot te doen. Ik heb hem hier liggen. I'm gonna show it to you. En ik ben heel benieuwd hoe die zit. Ik heb deze jurk uitgekozen. Want er waren zoveel keuzes. Hier deze. Daar zat ik ook naar te twijfelen. Deze heb ik ook nog bekeken. Ik ben heel benieuwd. Het is echt een mega ding. Zoals je nu kunt zien heb ik een rode, een donkerrode kleur uitgekozen. Want I don't know, vond ik mooi. Maar in case dat ik dus ooit een evenement heb of een gala, heb ik alvast een jurk. Het is een jurk met twee delen. Dit is de top. Dit is de top. Wauw. En nu komt de mega. De mega mega rok. Kijk waar die begint. Dit is de rok. Je kunt hem nog niet zien. Je kunt hem niet helemaal zien. Hij is echt groot. Oh my god. Nu heb je hier een soort vorm van tuya eronder. Dus daardoor moet hij iets meer poefje vallen, zeg maar. Dit is gewoon een setje en ik vond het echt super fantastisch. Dus die ga ik nu aandoen en even kijken hoe het staat. Nou, ik heb de top aan. Tada! De top valt redelijk hoog, maar dat komt omdat ik een rok er natuurlijk onder heb. Ik ga nu de rok aandoen. Hij is echt best wel mega. Oké, de jurk, zeg maar de kleur alleen al vind ik echt fantastisch. Ik krijg hem niet goed dicht. Het enige wat ik nu nog moet hebben is eigenlijk zo'n kroontje. Oh my god, jongens. Oké, het enige wat dus wel zo is, hij zakt een beetje naar beneden. Nu hoort dat misschien, maar ik zou hem dan zelf misschien nog ietsjes hoger doen. OMG. Dit is toch helemaal top. Ik ga dus shooten met Thomas in deze jurk. We hebben hier deze foto van Cindy als inspo. Want Cindy is gewoon prachtig. Reactie op de jurk. Ja, ik kan dit. Hij zit lekker, maar het is een zachte stof. Geen BH onder mijn top aan, want anders dan zit het een beetje gek. Ja, ik vind hem gewoon heel gaaf. Ik hoop oprecht dat ik een keer een super mega heftig evenement heb, zodat ik deze jurk een keer aan kan doen. Dus ja, hij is echt, hij zit heel fijn en hij is natuurlijk op maat gemaakt. Dus voor alle mensen die ooit op zoek zijn naar een jurk voor een bruiloft of voor een feest of voor een fancy gala of iets, kijk op JJ House, want er zijn echt hele mooie jurken. Oké, ik ga er niet veel meer over zeggen, want zometeen hebben we ook nog mijn fotoshoot die ik binnenkort heb. Dus ik zie jullie dan. Hallo! Zo kan je jezelf niet zijn. Oké, jongens. Ik ben vandaag bij Tom Thomas. Thomas is fotograaf. En we gaan foto's maken in de jurk die ik heb gekregen van JJ House. Het is een hele extreme dress. Hij ligt daar. Hij is enorm. Het was een klus om hem mee te sleuren. Maar we gaan er hopelijk een aantal toffe foto's in maken. En ik stoot je. Daarna, als de foto's klaar zijn, laat ik zien hoe ze eruit zijn gekomen. Heb je nog iets toe te voegen? Nee. Ja, je moet wel helpen. Je moet wel ritsen dicht doen, anders lukt het me niet. Okay. Be prepared. Oké, jurk is aan. Van wel een beetje een brunette versie van Cinderella. Zo. Nou, het is toch best wel mooi? Of vind je het niet mooi? Ik vind het top. Bedankt. Moet ik er nog iets van sieraden of zo bij doen? Ja, sowieso een vorm. Welke? Hey, dit is echt jouw ding, dit. Ja, ik denk dat het een beetje licht. Ja, dit is een beetje too much. Of juist cool. Die zijn te klein, denk ik. Maar dit kan of heel tacky of best wel cool staan, zeg maar. Ja, wat is dit? Dit is wel echt heel fake, of niet? Ja, ik heb toch geen geld, joh. Nee, weet ik maar. Kijk, dat kunnen we gewoon doen. Cindy heeft ook mega. Dit bedoel je? Ja, dat heb ik niet. Ik weet het. Maar dat heeft dan wel een beetje hetzelfde effect misschien. Zullen we dit doen? Ja. Top. Als jij als eerst naar voren kan zitten, of een beetje goed stoppen. Helemaal? Ja, gewoon een beetje, dat je overal. We don't talk anymore.
Je lichaam moet zo. Je moet meer naar achter. Probeer je naar achter? Met mijn hoofd? Ik ga het opzoeken. Dit het niet dan gewoon? Dit is een soort van wel. Oké. Ja, zo. Wow, ja. Wacht. Dit is chill. Die andere arm, doe nou eens daar. Iets omhoog. Ik weet niet wat je deed net. Zo, ja, zo. Ja, kijk nou eens die kant op. Dat zou ik heel eerlijk zijn. Ja. Maar echt heel eerlijk. Oh, oké. Ga niet binnen, lukken. Deze afstandfoto's doen. Maar die foto die we net hadden, vond ik best wel mooi. Zo is het goed, dus een bolletje is leuk. Een bolletje? Ja, je gaat het straks zien. Wat gaan we nu doen? Denken. Jezus, zonder jas, barbaar. Het is ijskoud, die drie stappen. Oké, okay, we hebben net foto's gemaakt en we hebben selectie gemaakt. Zo juist. Wat gaan we doen? Met meiden. Ik ga met meiden. Are you enjoying your Starbucks? Na een lange dag foto's maken, hebben we een hele map. Oh. Oh, wacht, hier, kijk. Oh. Hier is de map. Oh. En je hebt allemaal minimapjes in de map. Loos gek. Loos beetje shout. Loos hot party. Oh my god. Kabam. Kabam. Best wel vet, hè? Ja. En nu? Wat gaan we doen? I don't know. We zijn klaar. Ben je content mee? You. Joejoe. Nee, ik wil gewoon wegzwaaien van joe, tjallas. Won't you slide the music into it, won't you dance with me?